Beste kijkers, hartelijk welkom bij de weersverwachting van TV Rijnmond. Ja, we beginnen met een mooie weerfoto gemaakt op de tweede Maasvlakte donderdagavond door Peter Mol uit Rozenburg. Echt een schitterend plaatje. En ja, wat is het toch een. Prachtig en gigantisch project, die tweede maasvlakte. Daar kan je echt trots op zijn, als Rijnmonde. Nou, als we kijken naar het weerbeeld voor vannacht, dan hebben we te maken met veel bewolking. Blijft voor de rest overal droog. Door de bewolking geen lagere temperaturen dan zo'n 2 tot 4 graden. Nou, zaterdag ziet er best. Aardig uit. Af en toe kan de zon tevoorschijn komen, maar de bewolking heeft wel de overhand. Maar ja, het droge weer zal veel goed maken. Temperaturen een graad of 7. En de wind wijdmatig uit het noorden tot noordoosten. Zondag en maandag is het aan de bewolkte kant. Nauwelijks zon, wel vrij wat droog en een temperatuur van een graad of 8. Dinsdag en woensdag wordt het licht wisselvallig. Dan kan er af en toe een beetje lichte regen vallen. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 10. Ja, en de kans op nachtvorst die lijkt voorlopig wel bekeken. Nou, als u uh, mooie weerfoto's maakt, ook het komend weekend, of foto's van de natuur, nou, dan kunt u ze insturen naar weerfoto.rijmond.nl Prettig weekend en heel graag tot maandag.